Yes, we horen dat u de baas bent. Want de hond heeft de baas. Wij zijn dus alle mensen die dus lopen aan het verzorgen dat ze dus heel fijne en een gezellige dag krijgen. Ja. En hoe doen jullie dat? Dat doen we dus met appeltjes en met peren en met druiven en met snacks en heel veel koffie. Koffie en thee wordt er heel veel gedronken. Ja. Dus wat valt het meest in de smaak? Bananen. Koffie. Koffie en bananen. Koffie en bananen. Ja, ja. Ja. En waarom staan jullie hier? Nou, dat hebben ze dus bij het hoofdbureau gevraagd of wij als vrijwilligers hier willen staan. Want als er onderweg geen mensen zijn die dus de mensen verwennen, dan is er dus niemand. Dan is de afstand te groot. Nou, wij zijn werkzaamheden aan het doen voor de Duin- en Bollenvierdaagse. En we zijn hier met best wel een grote club aanwezig. Vanuit ProValu en vanuit MBO Rijnland, dus met studenten en met werknemers samen. Ja, ik ben van ProValu. Daarnet is van MBO Rijnland. En wij vonden het leuk om ook mee te werken aan dit evenement. En wat zijn dat voor werkzaamheden? Nou, we gaan eigenlijk met elkaar koffie uitdelen. We wijzen mensen de weg naar het toilet toe. Ze kunnen even naar binnen om bij te komen, even die benen rust geven. Er is EHBO aanwezig. Dus wij helpen eigenlijk met hand- en spandiensten. En we wijzen de mensen de weg en we enthousiasmeren ze voor de laatste kilometers. Ja, en wat is de sfeer tot nu toe? Hoe voelt het? Nou, ik vind het hartstikke leuk dat er nu echt drommen mensen binnenkomen. Ik hou daarvan. Een beetje spektakel, een beetje energie. Te veel mensen binnenkomen die met energie ook binnenkomen. Het leuk vinden om te wandelen en om ons te zien in al die mooie jasjes van de Duin- en Bollenvierdaagse. Hoe gaat de wandeling? Hartstikke goed. Het is hartstikke goed weer. Het is nu nog een beetje regen, maar goed, dat is allemaal niet zo'n probleem. Het gaat heel goed. Ja, en hoe laat bent u begonnen? Om 8:00 ben ik gestart. Ja, ik loop 20 kilometer. Ik loop één dag. Dus, ja. En waarom heeft u voor deze dag gekozen? Omdat het mooie wandeling is hier in de streek. Ik woon zelf in Sassheim, dus dat komt heel goed uit zo. Hoe gaat de wandeling? Ja, super. We hebben vanmorgen even een heel klein buitje gehad en daarna was het droog. En zoals je ziet, we lopen zonder jas aan. Het is gewoon heerlijk. Ja. En waar bent u begonnen? In Lisse vandaag. Ja, tweede dag in Lisse. 20 kilometer. Ja. En wat is tot nu toe uw favoriete plekje geweest? Bij de molen daar, bij de ringvaart. Ja, dat stukje, dat vind ik heel mooi. Want er was nog een heel klein beetje donker. En dan zie je de koeien, je ziet het water, je ziet de molen. Beetje schimmig, maar heel mooi. Ja.